Tarzan, wie kent hem niet? Ik heb wat onderzoek gedaan naar dat personage. En het blijkt dat hij verzonnen is al in 1912 door Edgar Rice Burroughs. Sinds die tijd is hij al meer dan 200 keer verschenen in films, series, tekenfilmseries. Noem maar op. Het is een van de meest bekende literaire personages ter wereld. En het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat er weer een film zou komen van hem in de bioscoop. Deze keer wordt Tarzan gespeeld door Alexander Skarsgård. Bekend uit True Blood. En dit is niet zozeer een film die gaat over de oorsprong van Tarzan, meer een soort vervolg daarop. Hij woont ook weer in Engeland. Is getrouwd met Jane Porter. En op een gegeven moment komt de Engelse regering bij hem langs. Die vraagt aan hem of hij wil terugkeren naar de Congo als een soort propagandastunt om laten zien hoe goed alles daar wel niet gaat. Hij weigert eerst. Maar als hij bezoek krijgt van een Amerikaanse afgezant, gespeeld door Samuel L. Jackson, besluit hij toch terug te gaan. Want hij wordt erop gewezen van dat er slavernij nog steeds aanwezig is in de Congo en dat koning Leopold I van België daar de inheemse bevolking uitbuit. Tarzan gaat terug naar Afrika. Jane Porter gaat met hem mee. Eenmaal daar aangekomen in een Afrikaans dorp waar hij vroeger vaak kwam, worden hij en Jane ontvoerd door Leon Wom, gespeeld door Christopher Waltz. Hij speelt een Belgisch afgezant. En hij wil Tarzan uitleveren, een van de Afrikaanse opperhoofden, Mbunga. Die koestert nog een wrok ten opzichte van Tarzan. En als hij dat doet, zal hij Leon Wom, toegang krijgen tot de diamanten die Afrika rijk is. Tarzan weet te ontsnappen, maar Jane Porter wordt meegenomen. En dan probeert Tarzan samen met George Williams alsnog Jane terug te krijgen. En ervoor zorgen dat de Afrikaanse diamanten daar blijven en niet worden verscheept naar Europa. Alexander Skarsgård als Tarzan was 12 kilo aan spier aangekomen voor deze rol. Dat is ook duidelijk te zien. Hij ziet er gewoon echt fantastisch uit. Ik heb er echt altijd wel bewondering voor als een acteur zichzelf zo kan transformeren. Ik vind voor de rest dat hij wel een vrij fletse vertolking van Tarzan weergeeft. Dat had wat mij betreft wel wat meer pit in gemogen. Ze zet hem niet meer als een perfect personage. Dat vind ik wel bewonderenswaardig. Altijd voor zorgen dat je held ook wat imperfecties heeft. Dat doen ze ook. En dat komt ook wel geloofwaardig over. Wel echt een van de minpunten in deze film vind ik dat de chemie tussen hem en Jane Porter, gespeeld door Margot Robbie, die kennen jullie vast wel uit The Wolf of Wall Street, niet echt aanwezig is. In zo'n film moet de chemie tussen de man en de vrouw gewoon echt volledig kloppen. En dat is helaas niet aanwezig. En dat is heel erg jammer. En dat doet deze film echt geen goed. Samuel Jackson als de sidekick heeft een paar echt hele goede one-liners. Heeft ook echt de lachers op zijn hand. Zoiets kan je aan Samuel Jackson wel over laten. Speelt wel een leuke rol, moet ik zeggen. Christopher Waltz als de bad guy. Iedereen die Inglourious Basterds heeft gezien of Django Unchained weet waar Christopher Waltz toe in staat is. Hij is een van de beste acteurs van zijn generatie. Alleen in deze film zet hij wel een hele eendimensionale bad guy neer. Voldoet wel hoor, daar niet van. Maar hij is tot zoveel meer in staat. Je kan zo'n bad guy iets meer diepgang geven. En dat wordt in deze film gewoon niet gedaan. Dat is gewoon zonde. Zo'n bad guy heb je nu al zo vaak gezien. Zonder ook maar enig spoor van menselijkheid. Ja, dat is gewoon een beetje. Dat is gewoon jammer. Actiescènes in deze film redelijk. Er zit niks in wat je nog nooit eerder gezien hebt. Special effects, precies hetzelfde. Actiescènes. De camera zit veel te dicht bovenop de actie, zodat je soms niet kan zien wat er aan de hand is. En dat is ook altijd wel erg jammer. Je ziet de laatste tijd in televisieseries, zie je betere vechtscènes. Dus ook daar scoort de film wat mij betreft geen punt mee. Als ik dan in deze film moet samenvatten. Ik heb hem deze week nog in de bioscoop gezien. Ik heb me niet verveeld. Maar om deze film nou echt aan te raden, daar is hij gewoon echt niet speciaal genoeg voor. Ik kan deze film ook helaas maar een 5 geven. Op naar de volgende. Die zal ongetwijfeld binnen een jaar wel weer verschijnen. Bedankt voor het kijken. Volgende recensie wordt de Ghostbusters. Heel erg benieuwd. Altijd heel erg fan geweest van de Ghostbusters toen ik klein kind was. Ik heb die film zeker wel 30 keer gezien. Heel benieuwd wat ze daarvan hebben gemaakt. Bedankt voor het kijken.
Als je dit een leuke recensie vond, druk op de like-knop als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste films die in die bioscopen draaien. Word abonnee. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Bye bye.